controverse, inderdaad die botsing tussen Trump vanmorgen en de burgemeester van Londen, Sadiq Khan. Trump die met zijn tweets reageerde op uitspraken van Khan gisteren, waarin hij Trump vergeleek met een fascist uit de 20e eeuw. Dus het gaat echt meteen hart tegen hart. En inderdaad, je zei het ook al even, ook al uitspraken van Trump dit weekend over Meghan Markle. Hij zou haar nasty genoemd hebben, iets wat Trump vervolgens weer ontkende. Maar dat laat wel zien dat er dus al aardig wat spanningen zijn, terwijl dit staatsbezoek pas net begonnen is. En normaal gesproken haal je de banden aan als landen bij zo'n staatsbezoek. Gaat het inderdaad om de ceremonie en gaat het later deze week bijvoorbeeld... En niks vinden. Nee. We zagen wat beelden, afgelopen dinsdag hebben ze gespeeld in Spanje. Goed plan. En dan varen we die kant op. Zijn bijvoorbeeld echt bepaalde regels waar jij je strikt aan dicht und der Frage, wie sie sich in Zukunft aufstellt. Die Union hat sich sehr lange voelt alsof je sprint. Maar de fibroshaper kan nog veel meer. Je traint die op. Squat. So it's a good size, it's flat. Yes. Yeah. De bestuurder zegt dat twee andere auto's hem gesneden hebben. Wow, dus daarom ben ik... Break down or just got bombed? Nee, no, put it in, just got bombed. Zou uren duren, maar het is dus veel sneller gegaan. Dat is fijn, fijn. Hassan, dankjewel. Maar uiteindelijk hebben ze het zelf gedaan. Het zijn allemaal jongens die... They set the pipes in a trench and rebuild the road. Our own inspection. Likewise with the tired old gearbox. Although... It could only be fun. I mean, when you have six kids, and I'm trying to be her voice of reason right now because I actually care about her and I love her like my family and my friends. Get workshop! And ik heb een gebitsconferentie. Stop it, don't! So, I'm going to get you a gift now. Is there anything you need? Is te houden. Begint op te lopen. Visit, but the government will still be hoping it'll boast. It isn't an affirmation. There are a few better affirmations of your position on the world stage, on your global standing, than being in the room and being hosted by the Queen for lunch and state dinner. And it's a rare